Welkom bij Kunst en Zoe. Tijdens deze uitzending blikken we terug op Eddy's en rondgang langs de verschillende musea in de moderne kunst. Wat een diversiteit aan kunst ben ik tegengekomen de afgelopen 6 afleveringen. Ik heb me tijdens mijn traditionele wandelingen voorafgaand aan de museumbezoeken dan ook van alles afgevraagd. Een algehele noemer kan ik moeilijk vinden, maar inspiratie was zeker een terugkerend thema. Vanzelfsprekend, zou ik eigenlijk willen zeggen. Deze twee werken ken jij goed. Ja. Dit is Miro, dit is Cobra. Hier zitten parallellen. Wat zie jij hier als je dit vergelijkt? Die kinderlijke taal, die symbolentaal, waarvan heel veel mensen zouden kunnen zeggen, dat kan ik ook. Maar deze mensen leefden die taal. Die leefden altijd in een geboorte, constant ook. Als je ziet hoe kinderlijk het is, maar ook weer die symbolen, hè? De maan, de hemellichamen. Het zet je aan het denken over de meest elementaire dingen die mooi zijn in het leven. Die mooi zijn op de planeet waarop wij zijn. Ja. Deze Miro is heel veel ouder, later gemaakt dan deze appel. En ik zie hier toch heel duidelijk een parallel. Ja. Dus zou je zeggen, heeft Miro de inspirator dan uiteindelijk, zeg maar, zijn volgelingen weer nagedaan? Ja. Ja, dat dringt zich aan je op, hè? Zeker als je deze werken zo naast elkaar ziet. De kleuren zijn hetzelfde, de lijnen. Ja. Maar zou de gelijkenis niet alleen bestaan in het feit dat deze kunstenaars in een spontane manier iets willen uitdrukken? En dat ze dat allebei zo graag willen en dat daardoor een soort taal ontstaat, een beeldtaal die op elkaar lijkt? Eigenlijk maakt het ook niet uit, hè? Het is allebei prachtig, toch? Het is... Miro, je raakt niet uitgekeken. Nee. Je kunt hier eigenlijk, moet je vaker terugkomen. Nou, ga ik doen. Wederkerige inspiratie dus, tussen de meester en de leerling. Mooi en duidelijk zichtbaar. De hand van de cinematografische meester Antonioni is er ook een die nog lang zal nagalmen in het filmlandschap. Met zijn onconventionele manier van filmen, waarbij het beeld bovengesteld wordt aan het plot, sloeg hij een pad in waarop veel regisseurs hem zouden volgen. Wat vind jij zo bijzonder aan deze regisseur? Want je hebt er zelf ook echt heel veel mee, hè? Ja, dan kan ik eigenlijk het beste alleen maar op die beelden die hier zo levensgroot aan de muren geprojecteerd worden wijzen. Nou is dit een redelijk conventioneel gewoon filmshot. Ja. Maar deze beelden uit La Ventura, de film uit 1960. Hier begint het al een beetje. Die zijn eigenlijk zo prachtig, alsof het bouwwerken zijn of schilderijen of zachtjes bewegende, droomachtige foto's waar je helemaal niet per se hoeft te weten waar het verhaal nou over gaat, omdat elk beeld op zich alweer een verhaal vertelt. Wat maakte Antonioni nou zo vernieuwend? Wat was er dan zo anders aan? Antonioni was eigenlijk degene die het modernisme in de film introduceerde. Dus hij haalde het verhaal weg. Verhaal en plot waren niet meer belangrijk. Het ging over... Vorm boven inhoud. Absoluut vorm boven inhoud. Maar vorm vertelt een verhaal. Want we hebben natuurlijk al een paar van deze beelden bekeken. En elk moment dat je ziet hoe mensen ten opzichte van elkaar in een shot staan... Ja. Dat laat al zien wat voor verhouding ze met elkaar hebben. Dus daar zette hij heel erg op in. Meer gebonden aan één enkel individu was de inspiratie van de beroemde schilder Kirchner. Toen hij de stad verliet voor de Alpen, liet hij zien wat voor een invloed de omgeving op de mens kan hebben. Hij krijgt een totale psychische inzinking. Hij komt uit een goede familie en wat gebeurde er in die kringen? Dan werd je naar een sanatorium gestuurd. En hij gaat eerst naar een sanatorium in Duitsland en komt dan in 1917 in een sanatorium in Davos terecht. Ja. En daar is hij totaal helemaal de kluts kwijt. Hij is aan de morfine, hij is aan de slaappillen, hij is psychotisch. En dan komt hij een beetje bij en dan gaat hij in de zomer van 17... gaat hij met zijn verpleegster, gaat hij in een hutje boven op de berg... gaat hij een beetje bijkomen en dan schildert hij dit. Moet je kijken, dan is hij dus nog helemaal ziek. En dan ziet hij die bergen, komt uit de stad... En dan ziet hij die bergen en dan zegt hij van... wauw, ik zie 1000 schilderijen in mijn hoofd. Dus je ziet meteen dat hij door die bergen helemaal gepakt wordt. Ja.
Ja, dit is de Nachtwacht van Kirchner. Het meesterstuk van het Kirchner Museum Davos. Ik ben verrast over hoe groot het is, want ik ken hem alleen van broodtrommeltjes. In Davos, daar moet ik ook aan denken, wordt het overal gebruikt als verpakkingsmateriaal. Zo. Dus het beeld. Ja. Hier zat hij, hè, toen dat eerste schilderij met die maanopgang, dat is hier. Ja. Daar ging dus in de zomer. En er was eigenlijk geen schilder die tot dan toe de Zwitserse bergen zo groot had weergegeven. Dus hij is de expressionist, maar hij is ook nog eens een keer de schilder van de Alpen geworden. Ja. Eigenzinnig zijn alle kunstenaars over wie we hebben gesproken. Maar tijdens een aantal afleveringen was de eigenzinnigheid op zich die het onderwerp van gesprek werd. Neem Francesca Woodman. Hoewel op zeer jonge leeftijd gestorven, liet zij een oeuvre na dat zo eigen was dat haar invloed in de fotografie nog steeds zichtbaar is. Dit is ze zelf, of niet, Francesca Woodman? Dit is Francesca Woodman, ja. Ze zit hier in het huis van haar ouders in Italië. En je ziet hier al dat ze zichzelf fotografeert en met een zelfontspanner. Ik zit te kijken, zei ze. Het lijkt alsof ze de eerste is die de selfie-stick verzonnen heeft. Ja, maar het is een soort van afstandsbediening. Ja, dat klopt. En je ziet een vrouw, een jong meisje, maar je ziet haar ook weer niet, want ze houdt haar haar voor de gezicht. Was zij gelijk veel beter dan de medestudenten? Nou, een vriendin van haar, die ook op die kunstacademie zat, Rhode Island School of Design in Providence, die vertelt dat zij wel degelijk een opvallende verschijning was. Omdat ze al zo'n eigen signatuur had, heel obsessief bezig was, schieten, die fotografie. Werken, en ook haar docenten die onderkenden dat. Vergelijken in de kunst is niet noodzakelijk, maar kan soms verleidelijk zijn. Onontkoombaar is het wanneer het decor een wedstrijd is. Ik bezocht de tentoonstelling van een aantal genomineerden van de Prix de Rome en werd geconfronteerd met hoe verschillende kunstenaars op hun eigen manier tot verschillende oplossingen komen. En dan nu naar de winnares van Prix de Rome, Magali Reus. Ja. Ik heb hier even naar binnen gepiet. Ja, ik vind dit hele mooie objecten. Ja. Een soort van hangsloten die uit elkaar zijn getrokken. En dan heeft ze nog digitaal. Dit is digital art, dat vind ik leuk, maar dat komt omdat ze er iets digitaals in verwerkt heeft, kalenders. Dat digitale is volgens mij juist ook door de kleurtjes. Het voelt heel erg als een. Ook wat, een soort wat in een computer zit, bijvoorbeeld. Ja. Die schijfjes. Maar ook. Als je allemaal informatie hebt uit een foto en je trekt het zo, dat al die pixels ook een soort, alsof alle kleuren erin zitten en toch bijna geen kleur erin zit. Ja. Vind je haar een terechte winnaar? Ik wil het dus net zeggen, ik vind het dus echt een terechte winnaar. Ja. En het is ook leuk dat we dus de hele expositie zo doorlopen en dan hier komen. Het doet mij een beetje denken aan, ook op school hadden we op de Rietveld bijvoorbeeld, dan heb je. Dus de mensen die, of als je met z'n allen werkt voor de expositie, heb je altijd een paar mensen die heel veel moeite hebben met het systeem, of met waar ze vandaan komen, of met hoe het gaat daar, die struggle. En dat is ook heel mooi om te zien. Ja. En er is altijd één die zit gewoon te maken. Ja. En zo komt dit op mij heel erg over. Dat dus alsof iedereen nog iets aan het proberen op te lossen is en zij al lang, het is zo af en open en next level eigenlijk daardoor. Er zit niet zoveel probleem in, terwijl daar ook nog heel veel hele mooie dingen aankaart. Dus ik vind het wel echt een terechte winnaar. Kunst staat voor velen voor vrijheid. Je moet dus wel behoorlijk eigenzinnig zijn wanneer je jezelf binnen die eindeloosheid aan mogelijkheden beperkingen oplegt. Philip van Snick staat zichzelf het gebruik van 10 kleuren toe. Beperkt? Aan het werk te zien heeft hij een volstrekt eigen idioom ontwikkeld dat gerust een eindeloosheid aan variaties toestaat. Wat duidelijk is, op een bepaald moment heeft hij een soort van taal ontwikkeld met die 10 kleuren. Ja. En die heeft hij volgens mij heel erg lang volgehouden en komen overal in terug. Ja. En meerdere keren gebruikt hij dan ook dozen om met die kleuren te spelen. Het is een soort van een ordening. Hij heeft ook heel erg duidelijk behoefte aan die ordening. Ja. En daar speelt hij dan weer binnen. Ik moet zeggen dat ik toen ik voor het eerst hoorde over die 10 kleuren die hij zichzelf dan toestaat, dat ik dat lastig vond. Ja. Het is een soort, waarom zou je in godsnaam als kunstenaar, je kunt alles doen, waarom zou je beperken tot die 10 kleuren? Wat is daar het idee van en is dat niet heel geforceerd en kunstmatig? Ja.
Maar hij vond het heel prettig. Hij vond het heel prettig. En nu ik het zie in de ruimte, ga ik het steeds beter begrijpen. Ja. En denk ik ook van, ja... Een wetenschapper die de fruitvlieg gaat bestuderen, die gaat ook niet dan ook de bij en de wesp. Nee, weet je, op een gegeven moment is dat dan gewoon je kader, je palet, je instrumentarium. Ja. En daar kun je dan heel ver in gaan. Dat is, ja, je moet denk ik even over misschien die hobbel heen van waarom dan precies die. Ja, nee, dat is nou eenmaal zo. Dit was de laatste aflevering van seizoen 2 van het programma Kunst en Zoë. Dankjewel voor het kijken. Dag. So we meet again. After several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, 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 whoa. I can never belong. Whoa, whoa. I can never belong.